Nou, Adelinde Cornelissen, vandaag voor het eerst met Aikido hier zo. Hoe voelt dat Aikido hier in zo'n ambiance? Ja, in het begin was hij wel even hengst. Toen dacht hij echt van, wow, dit is stoer. Moet ik hengstenshow lopen, zoveel mensen en muziek. En misschien moet ik wel even stoer doen. Maar goed, op een gegeven moment dacht hij, oh nee, ik moet gewoon weer werk doen. En ja, ik vind het gewoon een ontzettend fijn paard. Hij wil alles aanpakken en ik denk ook dat hij alles kan. Ja, en wat zijn nou zijn grootste kwaliteiten in eerste instantie? Ja, goed, hij beschikt over een goed uiterlijk en hij zit goed in elkaar en is mooi en hij heeft goede gangen. En daarbij een top instelling. Hij wil alles doen. Ja, je zei het al, hij is een beetje hengst. Hoe ga je daarmee om? Nou, ik moet eerlijk zeggen, thuis valt het reuze mee. Wel als hij een keer een merrie voorbij ziet komen, dan brult hij wel een keer. Maar hier was hij toch wel echt even dat hij... Ja, ik weet niet wat hij dacht, maar hij was wel hengst. Maar goed, ja, hij laat zich eigenlijk wel bewerken. Hij maakt wel even een beetje praatjes en een boel lawaai. Maar hij laat zich eigenlijk heel goed bewerken, dus kan er zo doorheen rijden. Ja. En hoe ga je hem nou opbouwen richting de wedstrijdsport? Ja, hij doet nog een paar clinics natuurlijk. Want dat is voor hem natuurlijk ook ideaal om hem mee te nemen. Dat hij van huis is, dat hij ergens anders moet lopen. Voor het publiek en in aangeklede ringen. Kijkerig is hij niet, dus dat scheelt. Maar ja, zo moet hij toch een beetje gaan leren en eraan wennen. Ja, je zei vandaag al, het paard bepaalt het plan in dit geval. Maar wat verwacht jij? Ja, we gaan gewoon nog een paar clinics doen. En dan misschien dat hij wat lichte toer loopt. Puur om gewoon de ervaring op te doen. En dan eigenlijk natuurlijk de bedoeling gewoon die Grand Prix in straks. Maar dat duurt nog wel even hoor. En zou hij dan wellicht ooit het stokje over kunnen nemen van Pascheval? Dat weet je natuurlijk nooit. Maar... ja, tot nu toe lijkt heel talentvol en ja, daar gaan we wel voor. Aas Vermanen, eigenaar van Aikido. Wat voor verwachting heb jij van Aikido de komende jaren? Ik ga ervan uit dat Aikido aankomende zomer een klein beetje lichte toer ervaring op gaat doen. En kijken hoe dat gaat. En het zal niet lang zijn naar verwachtingen. En dan het jaar erop eventueel Grand Prix starten. En hoe komt het eigenlijk dat we Aikido nu pas echt gaan zien? Aikido heeft in het verleden denk ik een beetje last gehad van al zijn talenten. Dus een beetje normaal basiswerk was Aikido niet zo getalenteerd in. Die wou altijd maar het uiterste eruit halen. En dat heeft hem tot voor een jaar terug een beetje in de weg gezeten. Kleine blessuretjes. En niet hetzelfde, elke keer een beetje van het ene. Het was eigenlijk altijd maar onschuldig, maar goed, daar kun je niet mee sporten. Ja, waarom heb je toch altijd vertrouwen gehouden in Aikido? Nou, Aikido dat was als tweejarige hengst een echt een heel goed paard. En ik ken de familie door en door, dus Tanerma onder andere eruit. Ik heb nu weer een Vanerma daaruit. Een vierde tans daaruit, dat zijn echt getalenteerde paarden. En ook hier in de test, in het verrichtingsonderzoek, dat was gewoon zoveel belovend dat we gezegd hebben van maar wachten. Ja, je kent dus ook zijn moederlijn heel goed en het paard. Wat verwacht je voor hem als voor de fokkerij? De hengst fokt heel goed. Hij brengt grote paarden met veel bloed. Maar goed, de fokkers is begrijpelijk dat ze hem nog niet gebruikt hebben, want ja, ze hebben hem tot heden niet kunnen bekijken. En sinds een maand is het bekend dan dat hij bij Adelinde is en ja, is er nu al veel vraag naar. Dus dat zal ook beter worden. Dus dat belooft een goed seizoen te worden voor de hengsthouderij Aas Vermanen? We zijn al begonnen, ja. En ik hoop de aantallen, dat zal me... Ja, daar lig ik niet zo wakker van, maar als er maar kwaliteit van komt, dan is het goed.